Hallo, mijn naam is Wim Millena. Ik ben saxofoondocent bij BPC en ik ga iets vertellen over dit bijzondere en veelzijdige muziekinstrument, de altsaxofoon. De saxofoon is een metalen buis met daarop een mondstuk gemonteerd. Met het mondstuk maak je het geluid. Dat geluid dat zet zich voort in de buis. En met je vingers bedien je de kleppen en door de kleppen open of dicht te maken, krijg je de verschillende tonen. De saxofoon is uitgevonden in 1840 door de Belg Adolf Sax, maar het instrument werd pas heel populair in 1920 ongeveer, toen in Amerika de jazz ontstond. De jazz waait al heel snel over naar Europa en de saxofoon is sindsdien niet meer weg te denken uit onze muziekcultuur. Ook in de klassieke muziek wordt saxofoon heel veel gebruikt. Daar heb ik ook een mooi voorbeeld van. Luister maar eens. Op de saxofoon kun je een heleboel verschillende geluiden maken. Je kunt erop scheuren, je kunt erop tokkelen en je kunt er ook nog eens op lachen. Eerst scheuren. En tokkelen. Tot slot lachen. Als je saxofoon speelt, moet je ook gaan samenspelen, want dat is het leukste wat er is.